Op de Surinaamse ambassade in Den Haag is gisteren de Surinaamse-Nederlandse Kamer van Koophandel opgericht. De Memorandum of Understanding, MOU, is ondertekend door Reina Raveles, directeur van het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme, en Vijay Gangadin, diaspora focal point en voorzitter van deze handelskamer. Het doel van de oprichting van deze kamer is het bevorderen van de kansen van de Nederlandse ondernemers en zij die in Suriname willen ondernemen. Hierdoor kunnen ze werken aan de verdere bevordering van de economische groei. Waarnemend zaakgelastigde Ebu Jones is verheugd met de lancering van deze Surinaams-Nederlandse Kamer, die ervoor zal zorgen dat obstakels die ondernemers ondervinden bij het opstarten van een onderneming in Suriname worden weggenomen. Ook Vijay Gangadin benadrukte het belang van deze handelskamer voor zowel de Nederlandse als Surinaamse ondernemers.